ja, eigenlijk staan we toch weer met hetzelfde verhaal een beetje. Weer complimenten voor jullie, maar weer niet de 3 punten helaas. Ook al had je ze wel verdiend, vind ik. Nou, om te eerste kan ik wel de Elftal een compliment geven. We hebben een spektakel laten zien. 3 keer de lat geraakt, 1 keer de paal. Volgens mij hebben we beter naar de kermis kunnen gaan, schitterend. Maar ik heb goed voetbal gezien. Wel een ongelukkig, een angstig begin. Eerst de 15 minuten. 10, 15 minuten daarna was gewoon goed. De tweede helft was heel erg goed. Had meer ingezeten, ja zeker. Dan zit je dan ook in zo'n situatie dat je dan net pech hebt. Dat het dan ook gewoon niet mee zit. Is dat de situatie waar je dan in zit? Nee, we komen wel heel ver, moet je niet vergeten. En als je kijkt welke voetbal die bespeelt. Ja, dan mag je wel terecht dat je eigenlijk ons een compliment geeft. Dat is gewoon heel goed. We maken wel graag volgende keer een iets groter goal spelen. Een groter doel, dat is meer ruimte. Trek je op de later en een paal. Ja, poeh, hè. Vermoeiend. De strafschop, dat is toch ook een belangrijk moment. Lars tegen zijn oude club. En dan schiet hij hem zo mis. Is dat iets wat kan gebeuren? Of was het onverstandig dat hij hem nam tegen zijn oude club? Ik denk elke grote speler heeft een strafschop gemist. Als je scoort is er niks aan de hand. Als je dan mist, ja, dan wordt natuurlijk geprobeerd een reden te vinden. Dat is logisch. Van mij heeft er ook vorige week ingeschoten, volgens mij. Hè? Dat klopt. Het leek op een gegeven moment, dat zagen we wel bij de tegenstander, echt een slijtageslag te worden ook deze wedstrijd. En jullie leken in de slotfase wat fitter, conditioneler, beter te zijn. Ik mag niet klagen. We zijn ijzersterk. Testen zijn heel erg goed. Dat is ook positief eigenlijk. Eigenlijk alles positief nog steeds. Alleen ja, die 3 punten, daar wachten we helaas nog steeds op. Ja, iedereen wil natuurlijk graag 3 punten. Wij ook. Als we dan niet 3 punten pakken, ja, dan moeten we de wedstrijd goed analyseren. En dat is gewoon heel duidelijk. We hebben een goede wedstrijd neergezet. En maar pech gehad, dat zei je zelf ook, hè?